Maar ben jij negatief? Nou, toch is het, nee, maar toch. Nee, laten we het nou eens toch het positieve. Ja, sorry, ik ben even de positieve. Want Theo zegt iets wat natuurlijk ook heel veel mensen denken. Het is ook wel eens goed dat dit eigenlijk. Ik heb dit nog niet gehoord, dat is de eerste keer. Ja? Ja. Ja, omdat je met niemand praat, omdat je met een delegatie van 12 mensen binnenkomt en je zegt tegen niemand wat. Natuurlijk zeggen mensen dat niet tegen je. Iedereen zegt, hij zegt ook van, want het gaat goed verkopen. Die zegt, het is hartstikke mooi. Mag Patricia bij iets zeggen? Theo, eventjes, rustig. Ik zal je heel eerlijk vertellen. Toen ik binnenkwam, heeft mijn zusje moeten uitleggen wie je was. Want ik woon hier niet en ik heb je nog nooit gezien. Een goede reden, als je niet weet wie het is, om iemand een hand te geven, toch ook? Geef alleen mensen een hand. Er zitten heel veel mensen daar. Als niemand mij zegt wie hij is, dan kan ik toch ook niet weten of hij erbij hoort of niet. We gaan kijken naar, is het nou leuk om hier naar te kijken? Dat vonden we in de repetitie wel. Je was namelijk ooit de gast in Reur. Ja. De goede Jan Lenfrink. Als we die kunnen laten zien, doen we het graag. Ja. Daar ging het over Playboy, want toen stond je er voor het eerst in, geloof ik. En toen ging het er ook over, dat je zegt, nou, na mijn 50ste, dat zou toch niet meer kunnen. Zei ik dat? Laat maar eens even kijken. Nou, zie je toch maar. Ja, daar kan je. Er zijn genoeg jongens die dol zijn op vrouwen van 50 die... Ja, maar dan wil ik niet meer in de Playboy, hoor. Toch? Dat weet ik niet. Misschien ben je al vreselijk sexy. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat in een blad moet doen. Nee, maar jij ziet het toch niet tegenop dat je 50 gaat worden? Of wel? Nee hoor, helemaal niet. Maar dan wil ik me gewoon niet laten fotograferen. Dat dan niet meer? Anders. Nee. Nee? Nee. Oh, nee. Daar ben ik van teruggekomen. Daar ben je van teruggekomen. Ja. Ja, ook omdat je toch vindt, je wilt toch ook Patricia laten zien dat je als je 60 bent niet oud bent bijvoorbeeld. Het is niet zo van ik wilde iets per se bewijzen of laten zien. Toen hij dat aan mij vroeg heb ik even nagedacht. Toen dacht ik, ja waarom niet? Mm-hmm. Waarom niet? Want vrouwen van mijn leeftijd of jonger of ouder, maar in ieder geval over de 40 kunnen best ook heel sexy zijn. En waarom kunnen we dat niet laten zien? Mm-hmm. Het is nog niet over. Nee. Je staat dan nog midden in het leven en je bent nog steeds sensueel en je flirt nog steeds en je bent lekker bezig. En waarom moet ik dat niet laten zien? Waarom niet? Nee. En je staat, dat is dan, ik geloof toeval, dat jouw dochter, inderdaad, die staat nu op de cover van een ander... Die is op het ogenblik een beetje eigenwijs. Van de concurrent van de Playboy. Is de concurrent, Jan? Ik geloof het wel een beetje. Dat is de FHM. Ik vind het fantastisch. Ja, toch? Ik ben heel trots op ze. Ik vind het een beetje jammer dat zo'n meisje, 19 jaar... Weet je wel. En dan zo'n scheiding achter de rug van de ouders. Ik vind het een beetje goedkoop, maar vooruit, doe maar. Oké. Nou ja, maar het is wel een raar toeval dat moeder en dochter dus beide in de kiosk in de schap liggen. Ja, wij zijn gewend thuis lekker bloot te lopen. We hebben helemaal gelast van. Nee. Nee, helemaal niet. Dat is voor ons helemaal niet... En dat is ook prachtig. Ja. Naakt. Zijn allemaal. Hoeveel heb je er gedrukt, Jan? Hoeveel heb je er gedrukt? Morgen is die idee. Eens even denken. Volgens mij 160.000. Dus liever die best doen en dan... En hoeveel druk je er normaal, om even aan te geven wat je verwacht? 159.000. En wat vind je ervan? Theo, de vraag van Patricia. En wat vind je ervan? Kan het? Een vriend van mij die is necrofiel. Oh. En ik denk dat die het wel zou kunnen waarderen. Ja. Dit is beledigend. Dit is echt... Theo, je bent nu excuses aan. Nou, absoluut niet. Nee, mijn excuses, kom nou. Dit is gewoon aandacht vragen wat je nu doet, hè? Ja, wel waar. Jawel. Nee, maar kom op, zij. Oh ja. Dit is gewoon... Ik vind het een grove opmerking. Dit is dwars willen zijn, expres, en laten zien wat je allemaal durft te zeggen. Ik vind het verschrikkelijk. Je bent vervelend. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik was zaterdag... Zat ik in een uitzending, heb ik Nelleke Noordervliet ontmoet. Zegt jij dat iets? Jawel, schrijfster. Dat vind ik nou een leuke vrouw, weet je. Soms vind ik het zo jammer dat zulke leuke mensen... Die verkoopt dan 300 boeken en hier gaan dan 160 van over de... Dat is een totaal andere veld. Ja, dat vind ik jammer. Ja, maar we interesseren ons niet wat jij leuk vindt. Mensen vinden dit leuk. Ik interesseer me ook wel in wat Theo leuk vindt. Maar dit is een raar gesprek geworden, dat kan. Het is live televisie. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ja, dat is genoeg geweest. Verschrikkelijk, dat mag toch? Het gaat niet om hem. Het gaat om mij. Kom op. Patricia, veel plezier vanaf morgen, want morgen gaat 160.000 mensen... Ik geniet ervan, want iedereen lult erover. Hoe leuk is dat? Oké, dankjewel. Dank voor je komst. Playboy vanaf morgen in de winkel. Tot zover, tot morgen.